Rotterdam-Noord heeft er een horecaonderneming bij. In het voormalige pand van bierlokaal Schonewil werkt Roos Tieleman aan haar nieuwe onderneming. Die is gefinancierd door haar vader, Arjan Tieleman. Ik had eigenlijk het idee, ik begin nooit bij iets. En toen dacht ik van het zou toch heel erg leuk zijn om met mijn dochter nog iets te beginnen. Want wat kun je nou beter, waar kun je beter investeren dan in je eigen dochter? Ik denk dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer ook geweest om dit te starten. Ik miste echt een plek waar ik 7 dagen in de week kon komen en waar ik altijd terecht kon. En die plek wilden we eigenlijk creëren, vandaar een brasserie ook. En dat heb je gewoon nog niet in de buurt. Roos is de baas. ik heb het zeg maar gefinancierd. Wat ik nu aan het doen ben is de zaak opzetten en dat zij het gaat leiden. Ja, weet je, op een gegeven moment moet hij ook een beetje zich terugtrekken en dan moet hij gewoon een beetje gaan tuinieren van de afstand. En moet ik het gewoon gaan draaien, want dat is gewoon de hele bedoeling geweest. Nou ja, het is natuurlijk wel, het is mijn vader, het blijft mijn vader. Zowel zakelijk als gewoon privé ken ik hem heel erg goed. Het gaat op zich, gaat hartstikke goed. Uiteraard moet ik natuurlijk zelf nog hartstikke veel dingen leren, maar dat weet je als je dit begint samen. Maar ja, we blijven gewoon vader en dochter en dat is gewoon het allerbelangrijkste. En dat die band blijft bestaan, krijg je ook gewoon een zakelijke relatie wat gewoon goed is. En goed blijft praten, dat is het belangrijkste, denk ik. Geen ruzie maken? Geen ruzie maken, nee. Ik kocht dit bedrijf, deze zaak, en het was een heel een bruin café. Dus het zag volkomen anders uit dan wat je nu ziet. Dit was allemaal dichtgetimmerd. Hier stonden 2 oude biljarts en een leestafel. Die leestafel hebben we overigens terug laten komen. Dat is wel heel leuk, want daar zie je nog de oude rokers invloed. Want daar hebben we, ik denk wel 1000 mensen hebben daar een sigaret opgelegd. Het nicotine zie je er nog om. Nou, voor de rest zijn die 3 lampen, dat is nog het oude Schonewil. En niet te vergeten mijn vriend Keith Richard, die boven de haard hangt. Het Schonewil is wel een begrip geweest hier in deze buurt. Maar ik zeg gewoon, we moeten vooruitkijken. Dat is voorbij. Er is een vloer, nieuwe bar, gewoon alles, alle ramen die je hier ziet. Ook alle plafonds natuurlijk met die kubussen, dat is allemaal vernieuwd. Je kan zeggen, geen steen is op de andere blijven staan. De keuken is vernieuwd, alles is eigenlijk gloednieuw. Ja. Ja, ik moet je zeggen, tijdens die bouw heb ik wel zoveel geleerd van hem. Dat is constant erop zitten en constant kijken hoe het gaat. Dus dat is wel de periode geweest waar ik heel veel heb geleerd van Arjan. Ja. Want dan zitten we gewoon op één lijn. We begrijpen elkaar gewoon zonder ook maar iets te zeggen, hoor. Dus dat gaat hartstikke goed. We hebben niet veel woorden nodig, hè? Nee.